Ik ben juf M. Leuk dat je weer kijkt. En vandaag praten wij over een zin. Een woord en een zin. En hoe maak ik een goede zin? Hoe maak ik een goede zin? Woord, 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 woord. Klas elke boek in wij dag een lezende. Dat is geen goede zin. Maar hoe maak jij een goede zin? Kijk maar even mee. Wat moet jij weten? Begin met het zoeken naar het werkwoord. Een werkwoord is belangrijk. In het Engels heet het werkwoord een verb. Stap 1. Wat is het werkwoord? Kijk naar de zin. Wij lezen een boek. Lezen is het werkwoord. Lezen is het werkwoord. Dat is belangrijk. Ook moet jij weten, wat is het onderwerp? Het onderwerp. Het onderwerp heet in het Engels subject. Wat moet jij doen? Jij vraagt wie of wat plus het werkwoord. Kijk naar de zin. Wij lezen een boek. Lezen is het werkwoord. Wie leest? De vraag is wie lezen? Wie lezen? Wij lezen. Het onderwerp is wij. Het onderwerp is wie of wat plus het werkwoord en het antwoord is het onderwerp. Dat is ook belangrijk. Ook moet jij vragen wanneer, wat en waar. Kijk maar even mee. Wij lezen een boek. Wij lezen een boek. Wanneer lezen wij een boek? Wij lezen elke dag een boek. Wat lezen wij? Wij lezen een boek. Wat lezen wij? Wij lezen een boek. En waar lezen wij? Wij lezen elke dag een boek in de klas. In de klas. Waar? Dus eerst wanneer, dan wat en dan waar. Wij lezen elke dag een boek in de klas. Dat is ook belangrijk. Goed, herhalen. Wij maken een hoofdzin. Een hoofdzin is een normale zin. Kijk naar de woorden. Klas elke boek in wij dag een lezende. Een boek, wij lezen elke dag. Nee, dat is niet goed. Wat moet jij doen? Op de eerste plaats, stap 1, het onderwerp. Op de tweede plaats, stap 2, het werkwoord. Op de derde plaats, wanneer. Op de vierde plaats, wat. En op de vijfde plaats, waar. Kijk maar even naar de zin. Het onderwerp. Het onderwerp is wij. Op de tweede plaats het werkwoord. Lezen. Lezen is het werkwoord. En de vraag voor het onderwerp was wie lezen? Wie lezen? Wij lezen. Dus dit is goed. Op nummer 3. Wanneer? Elke dag. Op nummer 4. En wat lezen wij elke dag? Wij lezen elke dag een boek. En waar lezen wij een boek? Wij lezen elke dag een boek in de klas. Onderwerp, werkwoord, wanneer, wat en waar. Nog één voorbeeld. De
cursisten schrijven de woorden op het bord. Onderwerp, de cursisten. Goed. Werkwoord, schrijven. Goed. Wanneer? Wanneer hebben we niet? Nou, kijken we naar de volgende. Wat? De woorden. Wat schrijven de cursisten? De cursisten schrijven de woorden. En waar schrijven de cursisten de woorden? Zij schrijven de woorden op het bord. Oké, dus onderwerp, werkwoord, wanneer, wat en waar. Succes en nu jij. Doei!